Formule 1-rijder Max Verstappen is eventjes in Nederland om interviews te geven. Kinderen zijn te voorzichtig als ze buiten spelen, dat zeggen onderzoekers. Het is vrijdag 31 maart en dit is het Jeugdjournaal. Fijn dat je kijkt. In bomen klimmen, fikkie steken of met een zakmes spelen. Kinderen moeten dat gewoon kunnen doen, zeggen onderzoekers. Volgens hen worden ouders steeds banger en bemoeien ze zich daardoor te veel met hun kinderen als die gaan buiten spelen. Het is pas lente en toch wordt er nu al over vuurwerk gepraat. Er komt namelijk een groot onderzoek naar het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Een bijzondere ruimtewandeling voor de Amerikaanse astronaute Peggy Whitson. Ze verbrak een record en raakte iets kwijt. In Amerika is een behoorlijk smerige wedstrijd gehouden. De rotte sneakerswedstrijd. De orkaan is inmiddels afgezwakt, maar er is nog wel veel werk voor hulpverleners. Max Verstappen is niet vaak in Nederland. En hij geeft al helemaal niet vaak interviews. Nou, nu wel. Voor het Jeugdjournaal beantwoordde hij allerlei vragen over zijn sport en zijn leven. De racedagen waarop Max in actie komt zijn op 20 en 21 mei in Zandvoort. Een museum in Londen heeft een bijzondere voorstelling. In plaats van schilderijen hangen er selfies aan de muren. Dit was het voor nu. Meer nieuws vind je op onze site en in de app. En morgen zie je ons natuurlijk weer op tv. Geniet van je avond en van je weekend. Dag!